Het team dat Suriname zal vertegenwoordigen op de Internationale Natuurkunde Olympiade is bekend. Deze natuurkundewedstrijd vindt van 16 tot 24 juli 2017 in Yogyakarta, Indonesië plaats. De deelnemers van Suriname zijn Farshanda Abdul Wahid, Vinayanan Lal en Imran Mukim, alle drie van het Miranda Lyceum. Sarfaraz Muradin van het Ewald Meijer Lyceum en Netanya Harlianto van het Hogendoorn Atheneum. Deze scholieren zijn ook de winnaars van de Nationale Natuurkunde Olympiade. De Olympiade bestond uit het oplossen van een aantal zeer moeilijke theoretische opgaven en het uitvoeren van een aantal practicumopdrachten in de natuurkunde. Aan de eerste Olympiade-ronde, die plaatsvond op 11 juni 2016, deden 125 VWO-leerlingen mee. Hieruit werd een selectie gemaakt van 49 leerlingen die doorstroomden naar de tweede ronde. Deze leerlingen volgden een intensieve trainings- en selectietraject dat werd verzorgd door docenten van de universiteit en andere natuurkundigen. Op basis van de prestaties in de derde ronde werd vervolgens een groep van 8 finalisten geselecteerd voor de vierde tevens finale ronde. Hieruit werden tenslotte de 5 winnaars geselecteerd. De 5 winnaars vertrekken samen met 2 begeleiders, Bingtan en Ignace Jimidar, op 12 juli via Nederland naar Indonesië. Suriname neemt dit jaar voor de 22e keer deel aan de Internationale Olympiade. Samen met meer dan 400 scholieren uit 86 andere landen zullen onze Surinaamse leerlingen strijden om een medaille in de natuurkunde. De organisatie krijgt voor de deelname financiële ondersteuning van het Surinaams bedrijfsleven.